middelbrand in Dongen op een camping. Ja, dat is een mooi ding. Ja, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Een gloednieuwe rode koets, dames en heren. Lekker in het zonnetje, in het zonovergoten rijden in ons district Hart van Brabant. Richard, wat voor moois hebben we vandaag hier op de planning? Nou, we kunnen kiezen of een mooie Volvo Acura wagen, of een Afrikaanse Scania. Iets minder mooi Scania. Of, dames en heren. Gloednieuw dag, Acura wagen met groot watersport. Nou, dan weten jullie het al. Ja. Nou, kijk met ons mee met deze prachtige rode koets. Let's go! In deze editie van de Rode Koets gaan we het hebben over het nieuwste type haakarmwagen. En zoals het woord het eigenlijk al zegt, kunnen wij met een haakarm verschillende containers meenemen. Denk aan de ademende container of zoals in deze editie het grootwatertransport groot. Let's go! Zo, we zijn aangekomen bij de rating van het rijden. En we rijden al een stukje en oh, dit is zo lekker. Hè? Zelfs de baanrijder heeft een luchtgeveerde stoel. Maar goed, tot zover. We gaan over naar de rating. Richard, de rating van de binnenzijde. Ja, een DAF in deze geval. Duwen anders fietsen. Ja, dat mag ik niet zeggen. Wel Nederlands, hè? Ja, dat is fijn. Dus ja, officieel, origineel. Maar het, volgens mij wordt het al lang niet meer in Nederland gemaakt. Maar goed. Ja, we hebben deze versie ook in de MCU eigenlijk. Alleen dit is natuurlijk helemaal nieuw. Helemaal een nieuwe versie ervan. Ja, ik vind het wel lekker rijden. Het is alleen wel even wennen, want die versnellingsbak is natuurlijk anders dan we gewend zijn. Die Allison-bak die we hebben, die vloeiend schakelt. En dit is natuurlijk eentje die een halfautomaat. Ja. Dus dat voel je wel als je, vooral als je snelheid wil maken. Maar ja, het is natuurlijk een behoorlijk gewicht. Dus dan is het ook wel fijn als, als de snelheidsbak een beetje meewerkt. In plaats van doet alsof je in een raceauto rijdt. Dus dat is wel goed. Een beetje beheersing erin. Mooi. Dus ik zeg 3,5 ster. Vlak. 3,5? Die hebben we nog niet vaak gehad. En waarom dan 3,5, Richard? Ja, het is geen Volvo. het is een DAF, inderdaad. Nee, maar toch, die versnellingsbak is dan toch... Dat rijdt toch anders. Een Allison-bak rijdt gewoon lekkerder. En als je daarvoor gaat, dan... Ja, maar dat is voor dit voertuig natuurlijk belangrijk, hè? Dat hij dus rustig rijdt. Dus, maar goed, voor je, de rijbeleving die doe je natuurlijk altijd zelf. Dus voor jou een 3,5 vlak. Zo is het. En dat is nog steeds dikke prima. Nee, natuurlijk. De rating aan de binnenkant. Nou, voor mijn kant, gewoon, hij zit lekker, wat ik zei. Een luchtgeveerde stoel, wat vaak niet, of niet altijd aan de bijrijderskant het geval is. Dus dat is in ieder geval voor het comfort super. Ruimzicht, de bevestiging van de mobiele phone die vind ik een beetje slapjes. Dus tenminste de houder die... dat zakt terug. Gaat hij langzaam naar beneden. Maar goed, dat is nog nieuwigheid misschien. En voor de rest... voor de rest de belichting bij de hand. Helmsteuntjes erin. Jouw kant? Mijn kant, 4 vlammen. We zijn aangekomen bij de beoordeling van de ONG. En Rick, wat vind je ervan? Ja, ik vind het wel. Ik vind het goed. Ik vind het mooi. Wat vind jij ervan? Ja, Richard, dat heb jij heel goed gezien. En ze staan wel achter ons te knipperen en te shinen. Maar ik ben wel benieuwd, wat vind jij ervan? Dat is een prachtige voertuig. Ja, eigenlijk zit er alles op. Hè. Knipperende koplampen, grillflitsers achterop. Martin Horens ook. En achterop ook, helemaal achter de wagen, twee hoekflitsertjes zoals ze hier zitten. Maar ook achter de cabine weer. Ja. Dus daar is goed verlicht, maar niks aan de zijkant. Ja, een beetje hier op de cabine en een beetje achterop. Dus ik zou het zeggen op 4,5. Nou Richard, er zit toch wel wat aan de zijkant, hè? Ja, er zit wel wat. Ja, dat zeg ik ook. Op het hoekje, hoekflitsers. Ja, het hoekje, ja, nee, prima. 4,5, ik ben het ermee eens. Ja, 4,5. Kijk, de HV was natuurlijk 5, maar daar had je natuurlijk ook nog de sfeerverlichting aan de zijkant. Blauw. Ja. Dus ik zeg ook 4,5. Ja, helemaal mee eens. Dat is goed. Dan zijn we aangekomen bij de rating aan de buitenzijde. En Rick, wat vind je ervan?
Ja, ik zat hem even te verwonderen. Ik was even mijn analyse aan het doen van de buitenkant. Want ja, ik moet natuurlijk wel met een gedegen rating komen wat ik er nou uiteindelijk van vind. Ja. En ja, ik vind het eigenlijk wel mooi. Ja, het is een mooi ding. Ja, we zeggen er even iets over. Ja. Ja, het is een DAF, dus het is sowieso een Hollandse makelaardij, dus dat is wel leuk. En ja, voor de rest, ja, het voldoet gewoon. Een mooie nieuwe strijping erop en ja, het blijft een haakarm, dus ik kan er natuurlijk niet heel veel over zeggen, maar ja, ik vind hem gewoon prima. En jij? Ja, maar hoeveel vlamschip dan? Ik denk een 3,5. 3,5? Ja. Waarom dan 3,5? En nee, jawel, ja. Ja, het is gewoon prima. Maar ja, het blijft een haakarm wagen. Ja, het is gewoon prima. Het is gewoon goed. Ja, oké. Okay, ja, nou, ik geef 4 vlammetjes. Ik vind deze haakarm wagen mooi bij passen. Mooi bij die bak. Ik vind het een mooie DAF. Mooie nieuwe versie ervan. En wat ik minder aan vind, daarom 4, is daar die enorme bumper achter. Oh ja, die uitschuifbare. Als je even meekijkt, kijk hier, let op. Kijk. Wat je dus bij Volvo niet hebt, ik heb een DAF, hebben ze hier de hydrauliek tank achter zitten. En dus dan kan die haak zo nog een half meter naar voren kunnen. En bij Volvo zit die hydrauliek tank eronder, waardoor die dus meer op de wagen staat, de container. En dan krijg je dit tafereel niet. Die heb je dus een meter over, ongeveer. En dat vind ik altijd een beetje lelijk. Dus dat is dan altijd mooi geweest, of een lange chassis, of het een stuk daar naar voren schuiven, iets. Dus dat is wel een beetje jammer. En wat ik ook aan de buitenkant jammer vind, Rick, zijn die, je ziet het aan de voorkant, zie je niet, als je naar de voorkant van de wagen kijkt. Maar nu wel. Dat zijn die adaptertjes waar die zwaarlampen op staan. Oh, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Maakt het mooi één geheel met de cabine. Oh, nou ja, Rick vindt het dus mooi. Ik vind het minder. Maar toch heb jij 3,5 en ik 4. Ja. Ja, dat is raar. Is zo. Dan pak jij 3,5 en jij maar die 4. Koehandel. Oké. Okay. Maar, wat me opviel, is dit. Why, mensen, why? Dit kan gewoon. Dit is jammer. Dit is jammer, hè? Die punt stopt hier eigenlijk. Waarom gaat dit stukje niet naar beneden? Deze ook klein beetje naar beneden. Klein beetje naar beneden, hè? Of dacht die stik raar? Het is vrijdag. Het is vrijdagmiddag. Dus ik klaar voor hem gewoon op. Ja, jammer. Hij gaat er toch op, dacht hij. Voor de rest is wel goed. Why? Nou, we zitten erin, dus dat betekent automatisch toekomst aan het interieur, de rating daarvan. Interieur. Rickert, wat vind je van het interieur? Ja, het is wel grappig dat het exact hetzelfde is als de MCU, alleen de mobiele commando-unit, alleen dan weer nieuwer. Maar DAF is wel redelijk traditioneel in dashboard en dergelijke. Desalniettemin ziet het dat allemaal netjes uit. Wat wel lekker is, is dat de bijrijderstoel ook luchtgeveerd is, waar dat vaak alleen bij de chauffeur is. En ik heb hier gewoon alle zeeën van ruimte. Mooie helmsteuntjes erin. Dus voor mij gewoon 4 vlammen. Nou, mooi. Ik heb hier mijn bestuurderskant natuurlijk. En het dashboard is deels digitaal hier. En wat wel leuk is, dat het allemaal gaaf kleurtje heeft als het licht aanstaat. Of tenminste de contact aanstaat. Voor de rest zit alles mooi ingebouwd. Hè. Hier die camera van achteruit rijdt zit in het dashboard. Die hebben we wel zo hier zo opgeflanst op het dashboard. En inderdaad, hij is bijna hetzelfde als de MCU, alleen dan een nieuwe versie ervan. Dus je hebt hier alles met touchscreen of met het, alle die mooie knoppen digitaal met, voor de airco. En navigatie hebben ze hier ingebouwd. Alles zit er goed in. Hier, dit stukje is van, heb je net al gevraagd volgens mij. Dit stuk is van de haakarmbediening. Dus die zit daar. Daar heb ik nog een B-materiaal van, dat zie je nu ook in beeld. Dat is mooi. Wat zijn dit dan, Rick? Helmsteunen. Ah, helmsteunen. Hey, we zien nog een leuke feature in, Risa, die eigenlijk nog niet in andere voertuigen hebben gezien. Een camera. Ja, die camera, ja, die is nieuw. Die merkte ik er straks ook op. En die gaan ze dus ook in andere voertuigen plaatsen. Hier. Dashcam. Dashcam. Weet je ook wat fijn is aan de haakarmwagen? We hebben er eentje gehad, namelijk niet. Dit ruitje. Vrij zichtachtig. Ja, die kan dan mooi zien of het die haak doet. Ja. En dat, we hebben een haakarmwagen gehad die dat niet had. En dat is wel vervelend. Want dan moet je dus in die spiegels kijken en dan kun je net niet zien wat hier achter de cabine gebeurt. Voor de rest zit hier alles op en aan moet zitten aan veiligheidseisen, dus ja. Ik moet nog even zeggen dat het 4 vlammetjes zijn. Ja, nou, hier dus. Oké, Richard, wat stond er eigenlijk op de planning? Ja, we gingen eigenlijk het grootwatersport filmen in de polder. Maar dat doen we nog steeds. Ja, dat doen we nog steeds. Want daar rijdt hij. Maar nu zijn we onderweg voor een middelbrand in Dongen, op een camping. En ja, dan gaan we hem daar maar in beeld brengen. Want de oefening was eigenlijk zo dat we uit gingen rollen. Richard, what happened?
En ik weet niet wat happens, maar het is gecanceld. Dus het brandt niet hard genoeg, denk ik. Er zat te veel water bij. De kracht van opschalen, ja, en de kracht van afschalen ook. Ja, dat is ook netjes zo. Zo dat werkt het gewoon, hè. Gewoon slagkracht, hè. Gewoon wat. Boots on the ground. Ja. En dus nu gaan we wel weer naar Hulte. Ja. En dan gaan we daar maar nog uitrollen. Wack, 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 er gaat sowieso water door de slangen in. Er gaat sowieso water door de slangen, maar op iets minder tempo, denk ik. Ja, ja. Rustig aan opbouwen, denk ik. Ja. Mooi, we zijn aangekomen in Hulte en we zijn op stap met de posterijen. En ik sta hier met Jeroen. Jeroen, wie ben je, wat doe je en waarom zijn we hier vandaag? Ik ben Jeroen, bevelvoerder van de posterijen. En we zijn hier vanavond om een oefening te draaien met het watertransport Groot, zoals die op onze post staat. De regio heeft 4 van dit soort systemen aangeschaft. 2 systemen kunnen 4000 liter per minuut leveren. En dit systeem en het systeem van Zevenbergen kunnen 8000 liter per minuut. Kijk, dit is eigenlijk echt de grootste variant die we hebben. Ja, en het verschil zit hem in de boosterpomp die deze pomp heeft. En wat is het precies het doel van die boosterpomp? Hoe werkt dat precies? De dompelpompen pompen het water gewoon uit het water. En de boosterpomp zorgt er dus voor dat we in plaats van 4000, 8000 liter kunnen leveren. Dus je hebt eigenlijk een soort mini-aanjaagverband, wat eigenlijk heel dicht bij elkaar zit. Ja, inderdaad. Ja, want ik zag net, hè, de gele unit die gaat het water in, hè, en die koppelen jullie aan het systeem. Het systeem zelf. En die pompt het vervolgens door. En wat is nou jullie maximale lengte dan, die het systeem kan overbruggen? In de slangenbak zit 1500 meter. En als die 1500 meter uitgerold is, kunnen we 8000 liter leveren bij 10 bar. Dus 8000 liter per minuut? Bij 10 bar. Bij 10 bar. Dat is nogal, jongens. En waar worden jullie voor het meeste voor ingezet? Ja, grote branden, industriebranden, agrarisch. Maar zou ook kunnen bij grootschalige wateroverlast. Kan meerdere tankauto's spuiten, blusvoertuigen, SB's. De schaamlesvoertuigen, hoogwerkers, alles kan erop. Kijk eens aan, hartstikke mooi. Nou, en we zijn hier natuurlijk, het staat natuurlijk op een gloednieuw voertuig, dus heel de combinatie is nieuw. En nou, dat nieuwe voertuig, dat zien jullie in deze Rode Koets aflevering. En natuurlijk een kleine spoiler op deze prachtig nieuwe watertransportsystemen. Hey, dit is een apparaat. Jeroen, wat gebeurt er allemaal? Daar gaat hij de slang zo uitrijden. Hier gaan we de pomp aan het klaarmaken. En dan gaan we daar zo de slang uitgooien. En ik zag dat deze hele pomp, die gleed eigenlijk echt van het chassis af, zeg maar. Ja, klopt. Ja. En zo kan je hem eigenlijk overal weer wegzetten. Zou ik hier overal wegzetten. En moet alleen weer straks rekening houden dat we hem eraan kunnen pikken aan deze kant. Of aan de andere kant. Achter op de pomp zit een groene lamp. En dan was ik even in verwarring, want normaal is dat de lamp voor het commandovoertuig of waar het motorkapoverleg of het koopje plaatsvindt. Maar ik heb zojuist gehoord dat dit een groene lamp betekent dat hij in bedrijf is. Dus gewoon groen van hij doet het. Wat doet dat ding nou eigenlijk, wat jij erin hebt gegooid? Pompen. 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 Als er lampjes op zitten, moeten ze aan, is Richard motto. Dus die heeft net even het knopje gezocht. Sfeerlicht, amber verlichting, obstakelverlichting, zit er allemaal op, jongens. Mooi hoor. De lichtmast moet omhoog. Oh, dan zit hij hier mee, hè? En lachen, hè? En lachen. Kijk eens. Kijk eens. Het ziet er goed uit, hoor. Oh, trek weer. Piep! Ja, hij duwt, hè? Ja, dat is een douwveer, hè? Het is niet zwerg, maar hij is 10 meter hoog, hè? Het zal aan de andere kant gedaan moeten worden. Aan de andere kant. Meestal als hij na gaat denken, gaat nu zijn mond openstaan. Dus dat gaat nu waarschijnlijk gebeuren. Ja. En dan wachten we tot hij aangesloten is. En dan? Ja, dan gaan we hier water in pompen. Pompen! Jeroen, wat vinden we ervan tot zover? Hij ligt netjes. Ja, toch? Mooi geworden.
Samson. Gertje! En zoals we natuurlijk iedere rode koets afsluiten, zijn we ook nu weer aangekomen bij de eindbeoordeling. En scoort deze haakarmwagen een 4,2 vlammen. En dat is natuurlijk gewoon hartstikke prima. En dat betekent dat hij in de eindstand de hoogwerker heeft gepasseerd en op de vierde plaats terecht is gekomen. Meestal als we zo staan, dan is het de outro van de video. En Richard, dat is ook het geval volgens mij. Ja, dat is zeker het geval. We hebben hem helemaal op beeld gezet, alles gereed, dus hij is klaar. Zeker. En natuurlijk ook wat laten zien van de grootwatertransport, groot, die achterop staat. Dus weer een hele complete versie volgens mij. Vond je nou een leuke video? Wat moet je dan doen? Ja, natuurlijk even liken, subscriben en... Klik even op het belletje als je het nog niet gedaan hebt, want dan krijg je een berichtje als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Stik handig, hoef je zelf niks meer te doen. Adieu.